verveel me alleen een beetje eigenlijk. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag woensdag en ik heb net ontbeten met de zalmcocktail van gisteravond. Dus ik ga zometeen heel goed mijn tanden poetsen, want anders stink ik de hele dag naar vis en naar ui. Dat terzijde heb ik net een vlog geëdit. Ik moet nog één vlogje editen, die van gisteren, en dan loop ik weer lekker op schema. Vanavond komen Wesley en Klein. Ik zou vandaag eigenlijk een video opnemen met Milan, maar Milan loopt met zijn planning helemaal over. Het is een beetje hectisch allemaal. Ik heb gelukkig de hele zaterdag ook nog om op te nemen. En ik zou eventueel morgen ook nog iets met Manon kunnen opnemen. Maar goed, we zien het wel. Ik ga me zo meteen heel veel aankleden. Vandaag komt een nieuwe camera binnen. Ik weet niet of ik het gisteren al had verteld. Maar ik heb een nieuwe camera gekocht omdat mijn camera kuren begint te krijgen. Hij is langzaam aan het overlijden. Het klepje van mijn, het schermpje zeg maar, zit los aan één kant. De recordknop reageert hij 8 van de 10 keer niet meer op. De menuknop reageert hij niet meer op. Hij wordt ineens heel donker terwijl dat onnodig is. Ik moet hem telkens aan en uitzetten en dan hoop op beter. Er zit ineens een vlek ook op mijn camera. Wat gewoon echt in mijn camera zit. Dus ik heb een nieuwe camera gekocht. Overigens gewoon dezelfde als die ik nu gebruik. Canon G7X Mark II. En die komt zometeen binnen. Dus ik ga nu denk ik heel snel douchen. En dan ga ik me opmaken. En dan zal ik straks die switch maken van een nieuwe camera. Ik zou eigenlijk het liefst willen dat ik door blijf filmen met deze camera totdat die op is. Maar dan hou ik deze liever nog heel veel voor reserve. Stel dat er iets gebeurt of zo. Zou ik iedere keer twee camera's mee moeten nemen. Omdat ik dan het risico heb dat deze camera ineens ermee ophoudt. En dan heb ik geen camera meer. Dus ik doe het liever met die nieuwe. Dus ik maak straks die overstap. Die merken jullie overigens helemaal niks van. Maar dan ga ik gewoon lekker filmen met mijn nieuwe camera. In positief iets, naast het feit dat het weer een duur geintje is, heb ik wel weer een extra batterij erbij. Ik had al 3 batterijen, want ik heb inmiddels al 3 camera's versleten. Heel gek, want ik heb nog nooit een camera laten vallen overigens. Maar dan heb ik dus straks wel weer die 3 batterijen, dus waardoor ik nu meer met een lege camera zal komen te zitten. Goed verhaal, ik ga douchen. Oh ja, en wat ik nog bijna vergeet om te zeggen is, een tijdje terug heb ik een video opgenomen op mijn kanaal. Een extra video omdat ik bezig was met een campagne waar ik toen die tijd nog niks over mocht vertellen. Inmiddels kan ik er wel wat over vertellen, want namelijk 21 november is een video online gekomen op de Efteling. Dat Milan en ik samen na sluitingstijd in de Efteling waren en we hebben een Efteling rap moeten maken. Ben je benieuwd hoe die video is geworden? Check dan even de link in de beschrijving en bekijk die video dan even, want hij is echt super leuk geworden en ik ben er heel trots op. En het was echt een hele leuke samenwerking met de Efteling. Dus dat was mijn geheime campagne en inmiddels kan ik het dus vertellen. Dus zeker even kijken. En als je me hebt laten zien, laat even weten wat je ervan vond. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb me inmiddels aangekleed. Dit is een jumpsuit van de Topshop. En wat ik hier zo leuk aan vind, is dat je hier zeg maar zo mooi met tatoeage zit. Ik moet er eigenlijk een andere BH onder dragen. Of eigenlijk een plak BH, want hij heeft ook helemaal een open rug. Maar ik dacht, ja, hoe je, ik doe hem vandaag wel gewoon aan. Want ik ga vandaag verder toch nergens heen. Dit is onbewust en onbedoeld eigenlijk een hele saaie week. Want morgen zou eigenlijk Manon komen. Die afspraak die is verzet naar volgende week. Dus Manon komt morgen niet meer. Dus wat ik morgen precies ga doen weet ik niet. Ik heb morgen wel een call. Vrijdag komt wel Sabine. Zaterdag heb ik ook niks. En zondag gaan we dan wel naar de Intratuin in Duiven. Dus daar heb ik wel veel zin in. Vanavond komen Wesley en Colijn. Dus het wordt al met al wel gewoon gezellig. Maar ik heb zeg maar nu bijna mijn vlog geëdit. En ik heb dus ook gewoon oprecht even dan niks te doen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op de bank ga liggen met een film kijken of zo. Ik vind het wel een beetje jammer, want ik vind het heel erg leuk om erop uit te gaan voor mijn vlogs. Maar deze week liep heel even anders. Ik had wel wat leuke afspraken gepland, maar die gaan dus niet door. En soms heb je dat. Volgende week is wel weer een drukkere week, dus dat is wel gezellig. Daar heb ik in ieder geval 3 afspraken in staan. Volgens mij zelfs al meer. Dus dat wordt wel leuk. En verder hebben we Sinterklaasloodje getrokken onlangs. Daar moet ik ook nog een gedichtje voor schrijven en een cadeautje halen. Ik kan nou nog niet vertellen wie ik heb. Volgende week dinsdag wel, want dan is het namelijk al Sinterklaas geweest en de tijd dat jullie deze vlog zien. Dan zal ik jullie meer vertellen van wie ik heb en dan kan ik jullie ook echt meenemen in het cadeautjes en gedichtjes schrijven en bla bla bla. Dat kon normaal gesproken niet omdat ik dan 3 dagen achterliep en dan ja, dan kon ik het echt pas de dag daarvoor vertellen. Maar nu dus wel, dus dat vind ik wel leuk. Ik heb niks te doen. Iedereen is natuurlijk ook lekker aan het werk. Ik had Wenoek een appje gestuurd, maar die is ook aan het werk. It's just me en Pip vandaag. Maar ja, geeft ook niet. Ik verveel me alleen een beetje eigenlijk. So be it. Ik heb geen zin om naar de stad te gaan, want dan ga ik weer onnodig geld uitgeven. Dus ik weet niet echt wat ik ga doen vandaag. Ik ben gewoon inderdaad een film kijken.
Maar ja, dit soort dagen horen er ook bij. Op zich best wel chill, maar voor mijn vlogs wat minder leuk. Dat vind ik dan wel jammer. Maar ja, so be it. Volgende week wordt wel weer een leuke week. En ik had laatst al in mijn tatoeage video verteld wat ik wat voor volgend tatoeage heb laten zetten. Omdat dit was wel echt een beetje next level, zeg maar. Maar het volgende tatoeage wat ik ga laten zetten, kan ik wel gewoon alvast vertellen. Ik ga een zwaluw tatoeëren op mijn rechter onderarm. Die heeft ook een hele mooie en een hele diepgaande betekenis. En als dat tatoeage zit, zal ik ook in die tijd een video plaatsen over de betekenis van dit en van het nieuwe tatoeage. Dat is overigens ook al over een maandje dat ik die ga laten zetten. En daarna ben ik er klaar mee. Even geen tatoeage meer voor mij. Dan is het goed. Ja, dat is wel ook een tatoeage wat ik al heel lang wil. En waar ik ook al heel lang over nadenk. Dus dat is wel heel leuk. En inmiddels is het alweer avond. Wat een lekkere saaie dag is dit. Ik heb net een pakketje binnengekregen. Eentje van Lovies. En mijn nieuwe camera uiteraard. Die zouden er eigenlijk om 12:30 al zijn. Het is inmiddels 17:30. Maar goed. Ik ben ondertussen eitjes aan het koken. Want ik ga zelfgemaakte eiersalade maken. Ik ga eiersalade maken. Op stokbrood ga ik dat eten samen met tomatensoep. Dat is wat ik ga eten vanavond. Milan eet niet thuis. Ik moet het allemaal lekker met mezelf doen. En Wester en Kleine komen straks. Oh, ze viel me echt kapot. Ik ben blij als ze er zijn. Ik ga zo meteen heel veel mijn pakketje openmaken. Alleen dit is wel een beetje jammer. Hij is helemaal kapot en smerig. Dus ik ga ook snel even al die kleding in ieder geval op tafel leggen. Nou, ik ben even een slag geweest in de keuken. Ik heb tonijnsalade gemaakt. Dat maak je trouwens echt super, super simpel. Ik zal het heel snel uitleggen. Je kookt eitjes. Ik kook er altijd een stuk of 5, 6. Ligt er net aan hoeveel eiersalade je wil hebben. Je kookt een pak bieslook, gesnipperde ui, mayonaise en currypoeder, peper en zout. Dat is alles wat je nodig hebt. En dat breng je geheel op smaak. Dus je kookt 5 eitjes. Die snij je dan in stukjes. Dan doe je de mayonaise erbij. Dan doe je de ui bij, bieslook erbij, peper en zout en de currypoeder. En uiteraard ook de mayonaise. En dan hussel je alles door elkaar en dan breng je hem op smaak. Af en toe proef je dan even. Want dit is echt zo ontzettend lekker. Echt 20.000 keer lekkerder dan die uit de winkel. Zeker een aanrader. Tomatensoepje opwarmen en mijn stokbroodje zit in de oven. Dus kan ik lekker gaan eten in mijn up. Maar dan heb ik wel extra veel eiersalade. Yay! Oké, guys. Ik heb een nieuwe camera. Dit is mijn oude camera. En nu kun je ook een beetje zien. Hier is hij zeg maar beschadigd. Hier op de lens. En natuurlijk wel wat gebruikssporen. Ik heb hem nog nooit laten vallen. Maar dit zat dus los. Zoals je kan zien hoort hij daaraan vast te zitten. En deze knop en deze knop en deze knop reageert dus die niet meer volledig op. Ik heb nu dus een nieuwe camera. En ik heb bijna het idee dat die lampen in mijn keuken niet meer flikkeren. Of is dat wel het geval? Nee! Of wel een beetje? Ja, heel klein beetje. Maar niet zoals voorheen. Oké, dat had door schermen dus ook mee te maken met op mijn camera dat het niet aankon. Maar goed, oké. Nou, dat is in ieder geval fijn. Dan heb ik geen flikkerende lampen meer in de keuken. En dan is het gewoon gezellig. Ik heb het hier heel gezellig gemaakt. Ik heb net heel veel snel gegeten. Ondertussen ben ik baby te huur aan het kijken. Verschrikkelijk. Wat een programma. Wesley en Carlijn zijn er. Hallo, hallo. En wij zijn Harry Potter aan het kijken. Ze hebben de DVD-box meegenomen. Maar we zijn nog steeds bij aflevering 1. Die aflevering duurt zo fucking lang. Ja, wij zijn dus nog steeds bij aflevering 1. En dan gaan we iedere keer weer een nieuwe aflevering kijken, denk ik. Binnenkort. Weer de volgende aflevering. Ik heb volgens mij alleen maar aflevering 1, 2 en 3 gezien. En de rest nog niet. Dus voor mij is het allemaal nog vrij nieuw. En ik stel de hele tijd vragen en dan zegt Westie. Ja, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. En Pip denkt, nou, ik vind het nu wel een mooi moment om te gaan eten. 9:30. Om 9:30 s'avonds. Maar goed, wij gaan weer verder kijken. Wesley en Carlijn zijn net naar huis. En ik ontdekte serieus net als Car Radio niet alleen een Christmas station, maar ook een Sinterklaaszender heeft. Uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Maar ik ben mijn telefoon weer eens kwijt voor de afwisseling. Ja, ik weet gewoon voor gekheid niet waar je is, joh. Pip. Altijd als Pip in de woonkamer is en ik ga in de slaapkamer staan, dan ziet ze, zeg maar, wanneer ik daar licht aan doe, ziet ze mij in de reflectie van het raam. Alsof er dus iemand over het balkon heen loopt. Wordt ze wat super boos, dus best wel waaks. Maar dat ben ik dus maar gewoon. It's just me, Pip. Ik krijg echt nog steeds continu overal stroom van. Ik weet ook niet wat het is. Maar goed, ik ga even
van tatoeages kon maken. Ik merk nu wel dat hij aan het vervellen is. Ik zie de hele tijd van die hele kleine stukjes inkt afbrokkelen. Maar ja, is alleen maar goed. En hij jeukt wel echt als een tierenlier. Dus ja, ik ga mijn avondroutine gewoon kletsend en wel doen met jullie. Oh, Harry Potter was trouwens echt zo vet. Heb ik dat al een paar keer verteld? Waarschijnlijk wel. Maar ik vond hem echt heel gaaf. En dat terwijl het nog maar film 1 is. Ik heb trouwens een behoorlijke tijd geleden hoor. Bij een goodiebag heb ik Breaking Bad gekregen. Alle seizoenen. De hele box. En mijn broer was toen zo jaloers op mij. Dat ik bijna eigenlijk wel zoiets had van ja, eigenlijk moet ik hem wel een keer gaan kijken. Dat is echt de enige serie die ik wel een keer in mijn leven wil gaan kijken. Omdat iedereen er zo laaiend over is. Dat ik dan echt zoiets heb van dan moet het wel goed zijn. Maar ik heb helemaal niks met series. Ik ben helemaal geen serie kijken. Ik heb Orange is the New Black gekeken, 1 seizoen. En toen op een gegeven moment ging Milan maar verder. Want hij had zoiets van ja, ik ga er niet de hele tijd wachten. Want ik heb dan iedere keer helemaal geen zin. Dat is een aflevering dan weer 3 kwartier duurt. Dus die is op een gegeven moment verder gaan kijken. Toen had ik er helemaal geen zin meer in. Maar ja, ik weet niet. Het trekt me gewoon niet zo. En ik heb Orphan Black heb ik ook toen een paar afleveringen gekeken. En ik heb van Breaking Bad trouwens wel een keer een aflevering gekeken. 1 of 2 of zo. Het is trouwens bijna een week later. Hè, dat ik mijn tatoeage heb laten zetten. Dus ergens volgende week hoef ik dit niet meer te doen. En dan kan ik weer lekker douchen. En dan is het helemaal top. Aan de ene kant vind ik het wel lekker dat ik zo'n rustige week heb. Maar ik vind het zo saai om voor mijn vlogs. Dat ik dan ook automatisch nog minder ga vloggen. Terwijl ik er dan juist wat van moet maken. Sorry. Echt wel gewoon sorry. Want ik weet zelf ook dat ik dat doe. Maar dan vind ik het heel moeilijk. Omdat ik dan zoiets heb van ja, hij is toch wel saai. Maar ja, dit soort saaie dagen zitten er natuurlijk ook wel eens bij. En binnenkort ga ik een hele drukke periode in. Want dan wordt het soms in kerst. En komen zoveel leuke video's aan. Dan komt er trouwens ook eindelijk een home tour. Een Christmas home tour. Oh, ik heb veel te veel spul hier aan deze kant. Je moet niet te veel van die crème opsmeren. Maar ja, de helft van de crème verlies ik al wanneer ik mijn bandje weer goed doe. Oké, tanden poetsen. Oké, dat ga ik wel versneld doen, want dan kan ik niet met jullie praten. Maar soms als ik mijn gezicht schoonmaken, natuurlijk wel. Zo. Ik moet trouwens echt naar de tandarts. Ik merk echt dat ik een gaatje heb. Ik heb trouwens ook die wattenschijfjes van de Douglas. Die vind ik overigens helemaal niks. Ik zag gelukkig dat ik nog wattenschijfjes had. Van de Action, van zo'n merk is dat. Aan de ene kant is hij dan geribbeld, aan de andere kant is hij zacht. Ja, die zijn wel echt top, maar dit is echt... ze vallen heel makkelijk uit elkaar en zo. Dat vind ik echt rot wattenschijfjes. Wat ik dus eigenlijk wilde vragen is... Stel nou dat ik weer zo'n saaie dag heb als deze, net zoals morgen. Nou kan ik er morgen niet meer veel aan veranderen, aangezien dit een week geleden is opgenomen. Maar wat zouden jullie dan graag van mij willen zien? Van hoe kan ik mijn vlog dan wat leuker maken? Vind je het dan leuk als ik een Q&A erin verwerk? Of dat ik jullie wat meer meeneem in het eten? Wat ik dan ga klaarmaken qua eten? Of zoals dit zeg maar een avondroutine of een ochtendroutine? Want ik vind het best wel moeilijk om daar dan iets leuks van te maken. Ik vind het sowieso lastig, want een tijdje terug had ik echt super veel leuke vlogs. Voor ikzelf tenminste. Ook hele lange. En dan natuurlijk sommige vlogs nog steeds. Maar je hebt gewoon niet elke dag iets superleuks te doen. Kijk, die van zondag weet ik van mezelf nu al dat er een leuke video gaat worden. Of een leuke vlog. Omdat we dan gewoon iets gaan doen wat ik zelf heel leuk vind. Als je een tip hebt voor me, die zijn altijd welkom. Ook al doe ik het al 2 jaar, nog steeds wel lastig van ja, hoe maak ik die vlog nou ook leuk? Nou, mijn gezichtje schoonmaken. Ik zei trouwens dat ik helemaal geen puistjes meer kreeg. Maar niets is minder waar. Ik heb hier nu echt 2 of zo, 3. En hier ook 1. Dus dat is een beetje bullshit. Het werkt wel beter voor mijn huid. Maar het is niet dat ik er nooit meer puistjes van krijg. En ik verbrandde naar bijna mijn handen. Maar het is sowieso wel lekkerder. Wat doen jullie eigenlijk op een dag dat je helemaal niks hebt? Wat ga je dan? Wat zou je het allerliefste doen als je gewoon een dag extra hebt waarbij je niets hoeft te doen? Dus je hoeft ook niet schoon te maken. Dat is allemaal al gedaan. Je hebt gewoon echt helemaal niks te doen. Wat ga je dan doen? Ga je dan films kijken? Ga je dan series kijken? Ga je dan jezelf opmaken? Ga je dan de stad in? Laat het me weten. Goed. Ik ga mijn laptop pakken. Mijn bedje klaarmaken. En er lekker inkruipen.
Nou, zoals je hoort ligt er al eentje heerlijk te snurken. Het is inmiddels, hoe laat is het nou? 1:15. En ik ga ook maar slapen. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet zo heel moe. God, die puisten. Ik heb net die aflevering van Babytuur teruggekeken. En het was echt verschrikkelijk. Verder zou ik niet echt weten wat ik anders moet doen. Als ik veel te lang opblijf, word ik morgen veel te laat wakker. Maar omdat ik dan morgen dus onverwacht niks heb. Ook wel het idee dat het wel een soort van zaterdag is. Zou ik ook die echt zin heb om vroeg op te staan en bladibladibla. Dus ik denk dat ik morgen ook gewoon lekker ga uitslapen. Nou, ik stel voor om net zo lekker te gaan snurken als Pip. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Ik vond Chloe is niet vreselijk. Ja, minder. Dit is nog iets wat realistischer, maar dat is... Realistisch, hè? Zwak lava. Ik vind het realistisch hoor, een kat. Die kun je nog door een pizza heen douwen. Lama met een gekamde podium. Oh, hij is echt...